Het Parkinson Café bestaat 2 jaar, dus de Parkinson Vereniging viert feest. We vinden het heel succesvol hoe het gaat, want we hebben steeds 70 tot 80 bezoekers per keer. En dat is natuurlijk heel leuk en fantastisch. Het succes is dat we gewoon inderdaad veel mensen bereiken. En ook dat mensen enthousiast zijn. Ze vinden het gezellig. We hebben ook altijd een lange pauze, dat mensen gewoon elkaar ontmoeten. Dat is heel belangrijk. Met elkaar wel en leed kunnen delen, dat is natuurlijk ook aan de orde. En dat mensen ook geïnformeerd worden. We hebben ook bijvoorbeeld Bas Bloem hier gehad en een aantal Ad Nauws bijvoorbeeld. Het zijn gewoon wel mensen die behoorlijk belangrijk zijn in de Parkinson-discussie, zeg maar. Het Parkinson Café vindt 6 maal per jaar plaats en is een plek waar deskundigen en lotgenoten leren van elkaar. Ik vind het een hele mooie zaak. En dat komt omdat... Ik moet zeggen, aanvankelijk was ik nogal sceptisch, omdat ik heb zelf Parkinson en dan zit je eigenlijk niet altijd te wachten op contact met soortgenoten, om het zo maar te zeggen. Wat ik fijn vind aan het Parkinson Café is de vrijblijvendheid van wat er gebeurt. Ik bedoel, we zitten mensen niet op de zenuwen en ik moet zeggen dat de formule heel erg aanslaat. Carla Aaldering van de Parkinson Vereniging vertelt waarom het zo belangrijk is om het Parkinson Café te organiseren. Vandaag is een hele bijzondere dag van het Parkinson Café Nijmegen, want het Parkinson Café bestaat alweer 2 jaar. En ik mag daarbij vandaag aanwezig zijn. Ik denk dat als ik nu hier zo ben, de gezellige sfeer, het informele, het feit dat mensen heel natuurlijk met elkaar in gesprek gaan. Parkinson Café is opgericht als ontmoetingsplaats voor mensen met de ziekte van Parkinson en hun naasten. En niet alleen als ontmoetingsplaats, maar ook als plaats waar onderwerpen en thema's die interessant zijn voor mensen met Parkinson ook aan de orde komen.